Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport. Neemt je even goed jongens, het is vandaag weer woensdag, laatste aflevering voor vandaag. En dan zit het er weer op voor vandaag, 3 afleveringen. Heel erg mooi. Goed, laten we lekker doorgaan waar we zijn gebleven. Ik hoop dat je behoorlijk veel zin hebt. Vandaag is het natuurlijk ook tweede kerstdag. Iedereen een fijne tweede kerstdag moet ik natuurlijk wensen. Ook is het al de dag al bijna. Is de middag al bijna om. Goed. Laten we gewoon heerlijk beginnen, hè? Jawel, goed. Goed. Alles loopt lekker. Jawel. Sluit trouwens ook goed. Laten we gewoon lekker beginnen. Dan moeten we de afbeelding even wegdoen. Zo. Kunnen we tenminste wat zien, hè? Goed, jawel. Alles loopt lekker, goed, jawel, ja. Ja, goed. We gaan met deze, met race 3 van de 6. Vandaag is ook de derde aflevering, als het goed is, hè. Wanneer komt de volgende? Ja, het is vandaag woensdag. Morgen komt er geen aflevering. Vrijdag weer wel. En dan maandag. Ja. Oké. Goed. Laten we dat doen. Oké, kijk eens aan Rio de Janeiro. En 3 keer raden wat er gaat gebeuren. Precies. Lex. En nog eens Lex. Jee, goed je wel. Ja, goed. Race starten. Oké, prima. Daar gaan we. Met wat lags erbij natuurlijk. En we gaan leggen. Zie je? Ik wist dit gewoon weer. Oké, mooi. Ik kan letterlijk niks zien bijna. Omdat het gewoon heel erg hoog is. Maar volgens mij zit ik ook tegen een auto aan. Je deze ja. Zo, ga nou eens aan de kant, vrienden. Zit nog tegen een auto aan of niet? Nee. Zo. Oh. Wat? Ah, zo irritant, hè. Zo lang, hè? Ja, weet je wat? Ik ga gewoon zo rijden. Want dan kan ik tenminste iets zien. Het is eigenlijk beter. Het is al even verschrikkelijk.
Juist zo. Alleen ik kan niemand zien of er iemand achter mij staat. Ah, ik heb een achteruitspiegel. Dan kan ik hun de mensen zien. Zo. Dan rijden we maar met dit zo. Ik sta zevende. Kijk, kan ik hun tenminste wel al zien? Ronde 4 van de 5. Kijk, dan kan ik hun namelijk erbij zijn. Hop. En ik kan niet zien waar die andere. Hoe zit? Hij zit net achter mij. Laatste ronde. Ik sta vierde zelf. Ah, ik knap vind ik. We komen misschien zelfs omhoog. Waarom rijd ik altijd niet dat ding aan? Elke keer om deze bocht. Zo. Ja, zeker. Kom. Ah, kom op, ga. Hé, hey, vrienden, wat? Ga toch eens aan de kant, jongen, met die US Army wagen van jou. Tweede, oeh. Dat is heel spannend. Maar ik ben tweede geworden, heel mooi. Kijk. Nou goed, we zijn zelfs tweede. Heel mooi. Dat is zeker heel mooi. Zo. Nou, ik kom op vierde plek. Zullen we gewoon de volgende race doen? Jawel. Zo, hoppa. Dan gaan we deze weer doen. En door. Vijf rondes. Het beste is dan er in de dingen te gaan rijden. Dan hoeven we er niet van buiten, maar er echt in. Dat is het beste. Het regent ook nog, ook dat nog. Ja, we hebben tijd genoeg. Jazeker. Dan doen we hierna nog gewoon echt weer een showcase. Maar dan moeten we wel van een divisie lager. Op zich is dat geen probleem. Die moeten we toch allemaal een keer gaan doen dus. Dan kun je net zo goed vandaag meenemen. Zo. En go. Hoppa, hier de tussendoor. Je voelt je eigenlijk nu zo klein, hè? Heeft dan eigenlijk van Misschien is het zelfs ook veel beter. Je bent nu zo dicht bij hen, hè?
Kijk, ik probeer me er gewoon tussen te worsten. Papa. En we zijn zelfs al eerste. Oh, moet ik wel meesturen? Anders gaat het helemaal fout. Oké, en ik kan precies zien en dan achteruit vliegen wie waar zit. Als het er, als het heel dichtbij komt. Nou, ik kan zo kijken. Laat jullie allemaal zitten. 1 van de 5, 2 van de 5 nu. Dus we hebben 5 ronden. Oké. Zo. Remmen. Oh, ze hebben een flinke achterstand. Zo. Nou, ik kom ze aan hoor. Daar rijdt ze allemaal aan die kant. Oeh. Nou, ik vind het... Oké. Ik kan wel gewoon zo gaan nu rijden. Ik rijd toch eerst. Dus... En als we eerst zijn, dan kunnen we net zo goed gewoon zo gaan rijden. Zo. Nou, op zich kan ik tenminste wel wat zien hoor. Die auto die moest gewoon wat lager. Daar rijden ze allemaal. Oké. Laatste ronde gaan we in, jongens. En dan doen we nog eens een showcase. Kijken hoe lang we bezig zijn. Afdeling moet over tot een half uurtje duren ongeveer.
Nou jongens, we zijn mooi eerste geworden. En ik krijg een hoop punten. Dan gaan we sowieso omhoog, sowieso. 700 punten. Oké. Okay. We staan nu op een vierde plek. En we gaan naar plek 2. 110 punten achterstand op de nummer 1. Nou, op zich gaat het zeer goed hoor. Ja, we gaan nu een showcase doen. Van de divisie lager. Zo. Nee, ja. Pakken we die. Doorgaan. Oké, okay, nou. We hebben hier alle, ja, die is ook een race. Die hebben we gehad, die hebben we gehaald. En die hebben we gehaald. Laat fijn divisie. Ja. Hier hebben we helemaal geen showcase gedaan. Zullen we met deze... Eentje had er 80 rondjes. How do you figure out which driver is the best? Simple. You put them all in the same car and point them to the track. Now the first... Dat is eentje 80 rond, dat gaan we eigenlijk niet doen. Ja, of ja. Moet ik nog even kijken. Ronde 5, oké. Laten we deze doen. Wow. Voor man zijn we wel. Met 24. The person sat next to you. So we look at data, we see where one person's better, we see where they improve somewhere else, and you just have to work harder than the guy next to you. Do finish in the top 3, okay. Dus we moeten eerste, tweede of derde worden, okay. Nou goed. Wel goed, ja, goed. Allemaal dezelfde wagen, dat is ook wel heel fijn. Kun je tenminste niet zien, nee, deze auto is sneller, deze. Oké, okay, let's go. Wat voor een wagen is dit? Dit is een S'je. Oké. Okay. Allemaal dezelfde wagens. Zevende, ik moet eerste, tweede of derde worden. Zesde, prima. Vijf rondes, hop hop, de vierde. Hem aan de kant beuken en we staan waar ik moet staan. Ja, zeker. Maar hij bukt mij ook. Kan ik, juist. Hoppa, zo doe je dat. Binnenbakje nemen, hè. Derde. Nummer 1 heeft flink voorsprong. Kan ik gaan beuken. Oeh. Ga ik zelf op de... Dat was niet mijn bedoeling. Ja, laten we hem gewoon maar niet beuken. Kantje bocht hoor. Ja, nou gaat hij mij juist beuken. Oké. Okay. Nog steeds ronde 1 van de 5. Oeh. Kijk hem biken man, racen. Hij gaat ook, oh zo'n malle die gozer hier. Maar ik kom eraan hè.
En als ik eraan kom, dan weet je wat er gaat gebeuren. Ik wou altijd eerst. En nu gas erop. Maar hij denkt ook, ik word achteraan gehaald. Hebben we dat toe gezeten? Hij denkt ook van, ik maak dat ik weg ben. Zo. Twee van de vijf nu pas. Sommige. Wordt dit ook wel een lange race hoor. Nog ja, het is kerstmis, dan mag het. En bijna 2019. Dus alles mag. Oeh. Ik zit weer vlak achter hem hoor. Kom dichterbij. Ik ga hem bij deze bocht haal ik hem in. Nee, net niet. Ik ben wel heel dichtbij aan. Oké. Hoppa! Nou, nog niet. Nu sta ik eerst. Maar hij zit nu achter mij, ja? Ik heb ook gas. Nou, ik moet nu dat ik wegkom. Zo. Ronde 400-496. Oké. Bokje om. En door. Zo. Ah, hij zet niet meer achter mij aan. Heel mooi. En ik denk dat die video op vrijdag de tijd heeft een beetje wat gaat veranderen, jongens. Maar dat zou ik je nog wel even laten zien een keer. Dus hou mijn Instagram goed in de gaten, dan kun je dat waarschijnlijk zien dat ik hem even ga veranderen. Ik moet even kijken hoe en wat.
Oh. Oké, race 4 van de 5. Bijna klaar. Dan hebben we deze showcase gehaald. Want dit is een niveau lager, hè? En eerlijk gezegd, dat merk ik ook wel. Oeh, ze zit vlak achter me aan. Zie je dat? Ze hebben hun vriendjes erbij gehaald. Dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, nee. Ik ben al weg. Oké. Zo. Oké. Oké, laatste ronde gaan we in. Dan is deze af toch een half uurtje. Prima. Op 2020 mag je dat allemaal best. Zo. En met deze race zijn we al 10,5 minuut bezig. Wow, ze komen zo dicht bij mij, hè. Wow. Ze komen nu heel dicht bij mij. Je zit nog steeds achter me aan. Oké, mooi. Oh. Daar zijn ze weer. Ik kan me niet vertellen dat ik daar voor de filigrama pas boem word ingehaald. Dat we zo'n rotbord hebben, maar dat hebben we niet, want we worden gewoon eerste, hoppa, 400 maar. Ja. Oké.
Heel mooi. We gaan hem weer stappen, jongens. Voor vandaag. Ga eens heel even kijken wanneer dat de volgende aflevering van jullie online komt. Was dat niet op vrijdag? Ja, vrijdag om 4:30. Dan moet ik kijken of die misschien na 6:00 gaat komen. Ja, ik denk dat ik vrijdag, dat deze aflevering om 6:00 komt. Prison, die komt om 4:30. En dan komt GTA 5, komt misschien om 12:30. Denk ik. Ik denk van wel dat ik het zo ga doen. En morgen komt gewoon alles de normale tijdstippen. Die staan in. Dus dat wordt het zo, denk ik. Denk van wel. Dus ik denk om 6:00, jongens. Donderdag, vrijdag. Ja, want vandaag is het woensdag. Oké. Heel erg mooi. Dus ga er maar vanuit dat deze aflevering vrijdag om 6:00 komt. Goed, kijk, dus ik... Oké, we hebben een Porsche. Oké, mooi. Goed, kijk, dus ik ga het hier eens belaten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan maar weer, jongens. Mazzel!